Hi, mijn naam is Ray en ik speel de rol van Tyrell. Hey, mijn naam is Edson en ik speel de rol van Nelson. Oh ja, mijn naam is Ahmed en ik speel de rol van Dylan. En wie zijn je van? We zijn van Dylan, weet. Welke stuk spelen jullie? Wij spelen Bloedbroeders, geschreven door Esme Holm. Dat stuk gaat over broeders, waarbij een. Ja, hoe wil je dat zeggen? Nou, ze kennen mij helemaal niet. Ze hebben mij nooit gekend. En ik kom ineens op een keer en een van hen weet dat ik een broer ben, maar de ander niet. En daarom gebeurt er een conflict tussen mijn personage en zijn personage. Er komen stukken doorheen waarbij een groot stuk wapen wordt gebruikt. Dus een wapen wordt gebruikt om macht te vertonen. En er wordt iemand vergeven in dat stuk. Dus dat heeft te maken met het thema. Voor mijzelf, ik spreek voor iedereen, maar voor mijzelf is het altijd een leuk deel om in een andere rol te komen. Het is ook wel spannend, heel inspirerend. Het is ook voor mij de eerste keer. Dus ik vind het wel wat voor mij. Misschien is het gewoon een nieuwe richting in je leven. Ja, het is gewoon, zeg maar, gewoon iets nieuws uitproberen. Om zeg maar, een beetje zelf uit te breiden en zo. En wat kennis op te bouwen voor dit onderwerp. Nou, ik persoonlijk verwacht dat wel goed gaat. Nou, hopelijk. We doen ons best en hopelijk komt het wel goed uit. Ik vraag me op, ik heb gelezen over de workshops, lijkt me echt leuk om te doen. Ook andere scholen leren kennen, de personen daar. En gewoon voor nog maar een beetje gezellig hebben. Nou, dat had je vroeger niet, nu heb je dat. Je kan een leerling van een bepaalde school op, en dan kan die zich vrij voelen, kan die theater gaan spelen. Dat is ook weer een nieuwe richting naar iets leuks voor leerlingen op school en school te zetten. Ze geven ook veel kansen voor de jongeren en voor de scholieren om meer te kunnen bereiken. Je hoeft niet per se oud te worden om te beginnen met acteren, zeg maar, of met theater. Ik denk dat het heel goed is voor de mensen die helemaal niet in beeld zijn. En het is ook heel interessant. Het was eerst een soort van auditie van onze drie verschillende scholen van de schoolgroep Zellen. En zijn wij eruit gekozen om mee te doen aan deze klasse. Maar we zitten op dezelfde school, maar we spraken elkaar niet. Tot nu.